Hoe zie je dat op de manier? Ja, zeer actief. Zeer actief. Ik heb een keer, 2 of 3 jaar geleden, heb ik nog meespeeld in de film van de videoclub hier in Assen. Oh ja. De verfilming van een kinderboek. Ja, ik zat in de radio, waar ik een cocktail en binnen zaten mensen naar het scherm te kijken. En er viel een doelpunt, en dan hoorde ik, hij is hetzelfde. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Komt uit de tent. 6 seconden tussen. En toen viel er nog een doelpunt, en toen kregen mensen in de gaten dat ik, die dachten dat ik vooruitziende blik had, dus ik begon mee in de gaten te houden. Dat is wel mooi, dat kan je niet meer te regeren. Verslaggever wil zoveel mogelijk geluid opnemen. Bij het onderwerp over op straat gedumpte cavia's wil hij dus de cavia's ook laten horen. Daarnaast neemt hij een interview op met de woordvoerder van de cavia-opvang. Van Antwoord, gaat u dat nu mee doen? Ja, weer even gezond maken en dan proberen uit te plaatsen, zoals die andere 2000 van vorig jaar. 3 keer per dag is er een nieuwsuitzending. Het maken van een onderwerp voor het televisienieuws duurt wat langer. Naast het interview moet er een deel. Ja, dat. Oké. Okay. Ik snap het. Dus dat wordt morgen dan op z'n vroegst. Ja. Oké. Okay. Nou, het is maar dan, dan wacht ik af dat zal morgen terugbellen. Goed zo, bedankt hè. Ik zie dat bij radio, tv. Maar geldt eigenlijk voor alle media, we steeds meer zelfstandig bezig zijn. Hè? Dus je moet eigenlijk allround zijn. Je moet eigenlijk filmpjes kunnen maken, bijna zelf moeten kunnen monteren. Nou, vroeger had je een radiotechnicus die met zijn radioverslaggever een volledig item in elkaar plakte en knipte. Nou, tegenwoordig komt er geen technicus meer aan de pas, het moet heel ingewikkeld worden. Maar voor de rest doet een programmamaker, een verslaggever, eigenlijk alles zelf. En die gaat op pad met een recorder, die komt terug bij zijn werkplek, die sluit dat aan en alles is digitaal tegenwoordig. Binnen een paar seconden staat het in het systeem. En kun je dan. Jans, je hebt net het programma opgenomen, maar er is wat misgegaan, geloof ik. Dus hij gaat nog even een kleine correctie doen. Nou, niet misgegaan. Ben ik wel te horen. Ja. Ik heb net het programma opgenomen, Pollingspassie voor 10 juni. Oh. Als ik in Veurt, maar ik ga ook op vakantie. En ik mag gewoon lang op vakantie gaan, dus vandoor dat ik niet altijd live zit, maar ook wel eens van de film. Ja. En ik had hem voor komende zondag ook al opnemen, want dan oefen ik met de Traan in Belgen. Dat is ook op zondagmorgen in het café. Dat is ook geweldig mooi om dat te doen. En dus als ik oefen met de Traan, dan neem ik het ook van de Veurten op. Dus het is van de Veurten blijven. Maar wat wil het geval nou? Deze week is overleden Huug Rekkers. Een van de 2 van de spelbrekers. Ook managers van André van Duin. En ik denk, daar moet ik toch aandacht aan besteden. Dus we gaan nu straks inbreken in het al opgenomen programma. Dat zie ik in de computer. Dan pakken wij een eerste nummer uit van Willy Alberti. En daar plakken wij dan het nummer van Huug Rekkers in. En alle mensen denken zondag, je mag nooit verder vertellen. Alle mensen denken zondag, verrekt als politie door. Live, want hij weet precies dat Huug Rekkers pas overleden is. Dan plakken wij er nog in. Ik zie er niet live, ik sta dat te zingen. Met een nummer van de Spelbrekers hebben we hem. Huug Rekkers is begin deze week overleden. De Spelbrekers die wel nog kent, hoe ik die 64 met een kleine Katinka, weet nog. Ja, dat is niet het enige wat ze gedaan hebben. Ze zijn ook 50 jaar manager geweest van André van Duin en zeer succesvol. Huug en Theo Rekkers, dus Huug is overleden. Van de Spelbrekers, zijn magnifiek. Allereerste keer, oh la la la, zijn magnifieke. Nou, dit werd opgenomen. We hebben hier dus ook live, hè, Sparks hebben de Brink met Aalder. Nou, daar zit Maralde hier ook wel eens. Dan maken ze het programma met z'n drieën, hè. Aalder die zit daar dan. Daar zit iemand van de regie in de hoek. En hier zit audiotechnicus. En met z'n drieën maken ze het programma. Nou, dat is jammer dat je dat nou niet meer mee kan maken. Het komt dus zondag. En mee over 10.
Voor wanneer hij uitgesproken is. Nee, ja. Dat is maar afwachten. Ja. Geef je dat aan. En dat is net, maar altijd ook, hè, als je bijvoorbeeld, stel je voor dat er een melding is over het verkeer, een filemelding of zo, daar hebben we zo'n riedeltje voor, hè? Ja. Dus, maar ja, voordat de filemelding komt, dan is Maralda die drukt op een knopje, zet hem een stuk of wat, ja, en dan hoor je dat dus. Wat voor opleiding heb jij gehad? Dit heb ik allemaal in de praktijk geleerd. Overdag. Oh. Ja. Dan zie je alleen maar beelden. Ja, overdag, daar hebben we geen tijd om te kijken. Ja, dat ben je niet zo. Nou, we hebben drie editruimtes. En we hebben dan een ruimte voor de grafisch ontwerp. En hier wordt dus de camerabeelden gemonteerd. Nou, Taco hebben we gevraagd om daar wat van te vertellen. Hier zit. Ja. En er zijn nog volgens mij hoeveel? Drie regionale omroepen of twee in Nederland die daar meewerken. Ja. Dacht ik, dat zijn niet zo heel veel. Het voordeel van dit systeem is dat het overal mee werkt en mee communiceert met beneden. Hè. Beneden maakt de eindredacteur, die maakt hier zijn draaiboek, zeg maar, wat hier staat. In principe, als wij iets versturen met dit systeem, dan wordt dit groen. Dus zij kunnen precies zien van, oh, dit item is klaar, dit item is klaar. Het gaat automatisch naar het archief toe, het gaat naar het MediaCloud. Een MediaCloud, dat is een landelijk overkoepelende media. iPad-werk. Ja, nou ja, maar omroepen kunnen daar hun items weer vandaan halen. Ja. Ja. Tom, die is er gewoon vandoor. Ja. Ja, die zou ik wel. Ik heb ze er allemaal in. Deurtje dicht. Nou, wie gaat er even proberen? Bianca. Ja. Zal ik even kijken of... Hoor je dat even voor jezelf? Michel, hoor je mij? Geen de camera. Kijk, als je hier de rechtervoet op zet, wat dan denk ik. Oh, voorzichtig, hè? Want hij kan heel snel. Doe ze gewoon. Dan gaat de tank rollen. Oh, oké. Kijk, zie je wel? Ja, ja. Kijk, daar sta je. Ja, kijk. Ja. Nou, moet ik beginnen? Nou, we hebben niet goed in beeld, hè? CA3. Daarmee zit de sport er voor vanavond weer op. Graag wijs ik u op de extra radio-uitzending van donderdag. Geheel in het teken staat van handbal, maar daarin een rechtstreeks verslag van de halve bekerfinale tussen Aalsmeer en Hurry Up. En de wedstrijd in de nacompetitie voor de promotie naar de eredivisie tussen de dames van DOS en de Emmer Kompaskunde. We gaan terugkijken op het WK Superbike. En we waren bij de opening van de junior track bij het TT-circuit. Maar eerst gaan we nog even terug naar Indoor Brabant.